Jij komt vandaag vertellen over een nieuwe single. Ja. En die breng je niet alleen. Nee, die breng ik niet alleen. Daarvoor heb ik een koor meegebracht. Ja, en die klinken zo. Voilà. Een koor. Kom er maar bij. De dirigent is er ook bij. Zet je maar naast Patrick. Dat is misschien het makkelijkst. Ja, zitten jullie wel zo'n beetje gescheiden. Hè? We hebben net wijn geproefd. Trouwens, dat was gezellig. De website van die wijn, die zetten we onderaan in beeld. Nog, en dan, ja, hoe is jullie samenwerking hier ontstaan? Hans heeft mij gecontacteerd eigenlijk. Hij heeft een organisatie zaterdag zondag. Daar doen ze koorprojecten mee. Ja? Ze hebben trouwens ook geschitterd bij Music for Life. Dat was ook zijn project. Cool. Ja. Maar hij heeft mij dus gebeld met de vraag: kijk, ik ga een workshop van een week organiseren. 50 mensen kunnen zich daarvoor inschrijven rond de liedjes van Jacques Aubon. En op het einde van de week treden wij samen met het koor op in de single in Antwerpen. Mm-hmm. En dat was fantastisch en dat is zo leuk geweest dat wij toen eigenlijk het idee hadden om samen met het koor een single op te nemen. Ja, dus het initiatief kwam eigenlijk van Hans. Hans, ja, en oorspronkelijk, hè? Ja, oorspronkelijk. Hoe ben jij op dat initiatief gekomen om de liedjes van Jacques Aubon om te zetten in liedjes voor een koor? Het is heel fijne muziek, Nederlandstalig sowieso. Daar hou ik wel van. En ik ben ook altijd bezig geweest met koren en zo. En met zaterdag zondag doen we allerlei pop-up koorprojecten. Dus ja, we vonden het gewoon een heel leuk idee om dat samen met Rieke te doen. Het leek voor jou een beetje voor de hand liggend. Ja. We hebben nog een aantal beelden klaarstaan van het koor in actie. Anders moeten we daar nu eens naar gaan kijken. Hier zijn die. Vanavond gaan we feesten. Als de pesten op de grond champagne kurken. Mannen dragen hier zelfs jurken. Drank stroomt overvloedig, iedereen wordt overmoedig. Er gebeuren dingen waar ik niet over zingen mag. Iedereen is hier vrolijk, door iets betoverd. De zon schijnt hier midden in de nacht. Weg zijn. Jij met zo'n koor op de achtergrond moet voor jou ook wel heel leuk geweest zijn. Onwaarschijnlijk. Echt, kippenvelmomenten, die waren gewoon ontelbaar. Ik stond zo te genieten. Ik moest blijven focussen van Riet. Je moet het verhaal overbrengen naar de mensen, want ik kwam me eigenlijk omdraaien en heel de tijd naar het koor staan kijken van, oh, mooi. Ja. Is het technisch soms moeilijker? Omdat je zit daar met heel veel verschillende toonhoogtes. En jij zingt jouw ding natuurlijk ook nog. Brengt je dat soms in de war of helemaal niet? Helemaal niet. Nee. Dat is een zalig bedje om op te zingen. Ja. Absoluut. Ja. Ja, kan het me wel inbeelden. Was het langs jouw kant moeilijk, Hans, om die liedjes om te zetten? Of waren ze gewoon heel makkelijk en gangbaar? Pas op wat je nu zegt, hè. Nee, eigenlijk was het moeilijk om uiteindelijk een keuze te maken. Want er waren zoveel nummers waar ik plots ideeën bij kreeg. Ik had een paar optredens live gaan bekijken, omdat dat toch ook altijd anders is dan op de cd. En ja, ik had zoveel ideeën dat we echt moesten schrappen. Dus, ja. Dit was op het einde van die workshop. Als het resultaat er was, wat vond je zelf? Want jij staat er natuurlijk ook wel op dat podium. Ja, dat was voor mij uiteraard ook heel hard genieten. Hè. Ja. Ja, dat geeft wel een kick natuurlijk om zoiets magisch te laten ontstaan. Ja, dat dan gelukt is op één week tijd. Ja, dat is inderdaad wel vooral heel straf. Want daar is super intensief gewerkt op een week tijd. En iedereen leeft toe naar dat ene moment, naar het optreden. En ik had zo net voor het optreden het gevoel van, voor mij kan het nu al niet meer stuk. Ja. En ook iedereen van het koor, denk ik, kan dat beamen, omdat het zo'n fijne week was. En dan is dit echt wel de kers op de taart. Ja, ja. Een single die je in een nieuw jasje hebt gestoken, want daar draait het allemaal om, ja. Met het koor erbij. Ja. Gaan jullie ook nog meer optreden dan? Ik weet het niet. Bedoel, toen het idee kwam voor dit project, dacht ik, Riet, geniet er nu van, want het is eenmalig. Maar nu hebben we ondertussen al nog een paar keer met het koor ergens opgetreden om de single voor te stellen. En wie weet, ik durf er niks over zeggen. Nee, oké. Okay. Nee. Dus, maar misschien, het klinkt een beetje naar meer, vind ik. Voor mijn part wel. Ja, oké. Okay. Dat zien we misschien in het nieuwe jaar dan. Zometeen gaan jullie die single, Wanneer valt de sneeuw, brengen. Toepasselijk wel dat er nog echt geen sneeuw is gevallen.
Ik heb al sneeuw gezien dit jaar. Is het waar? Ja, ja. Oké. Dan heb je heel goed gezien. denk ik. Wat gaan jullie tot slot nog doen met het nieuwe jaar? Je bedoelt... Op van nieuwjaar? Al niet. Ik weet het nog niet. Nee, het wordt tijd om te beslissen, hè, want ja. Het is bijna zover. Weet jij het al, Hans? Ik ga met vrienden samen eten. En... Ja, en je gaat die niet laten zingen, of wel? Dat zou kunnen. Ja, dat kan altijd. Ja. Misschien na een paar glazen wijn wel. En Patrick, wat ga jij doen? Op mijn vrienden koken. Ja. Koken en dan dat allemaal smakelijk opeten. Oké, okay, oh, dat wordt gezellig. Ik wens jullie allemaal een fijne nieuwjaar. Het is nog wat vroeg, maar toch. Zijn er, by the way, nog ambities in 2012 die je al in de kijker wil zetten? Heel veel ambities. Wij gaan onze nieuwe plaat opnemen, maar die komt in januari 2013. Dus ik sla al een jaar over. Ja. Maar daar, we gaan gewoon met Jaco Bond blijven optreden. En ik doe ook nog wat kindervoorstellingen in het paleis hier in Antwerpen en zo. Met kapitein Winocchio was dat? Of, ik ga was ook dat... met kapitein Winocchio inderdaad. In de AB ben ik te gast, 6, 7 en 8 januari. Mag ik mijn liedje, die ik heb gemaakt voor hun nieuwste cd, mag ik live gaan brengen. Ja. Ja, dus ook nog met kinderen en zo. Het ziet er goed uit voor jou in 2012 en 2013 ook, want dan komt dat nieuwe album uit. We zien jou zeker voor die tijd nog terug, denk ik. De website van Jaco Bond, die geven we nog even mee. Ga maar naar het koor, dirigent en Riet ook. Normaal gezien zijn ze met z'n 50, maar dat ging niet allemaal in onze studio binnen. Dus ze zijn niet helemaal volledig, maar toch met z'n velen hier aanwezig vandaag. Hier is de single Wanneer valt de eerste sneeuw met Jaco Bond en koor. Echt kom.
sneeuw.